Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Supply Chain, onze online serie waarin we vanuit onze studio in Antwerpen de laatste trends en innovaties, maar ook de grootste uitdagingen binnen supply chain en logistiek bespreken met onze gasten. Dit zijn stuk voor stuk experts die elk op hun eigen manier een leidende rol spelen in onze branche. Mijn gast van vandaag is al bijna tien jaar verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag de dag als postdoctoraal onderzoeker en programmamanager van de masteropleiding Maritime and Logistics Management. Daarnaast is hij medeoprichter van Digitrans, een bedrijf dat andere bedrijven helpt om logistieke datastromen te automatiseren door middel van artificial intelligence. Waarover later meer. Welkom, Valentin, Karlam. Dankjewel, uh, Mark. Ik ben uh, heel blij om, uh, om hier te zijn en uh, deel te nemen aan, aan jullie programma. Bedankt dat je, ja, dat je de tijd vrij wilde maken om naar onze studio te komen. Um, we gaan verschillende onderwerpen bespreken, zoals ik net al even aangaf. Waaronder uh, de rol van, van data en AI binnen de logistiek. Uh, ik heb gehoord dat het een van jouw uh, expertisegebieden is. Dus ik ben uh, zeer benieuwd om daar meer over te weten te komen. Um, af en toe ga ik je vragen om wat op te schrijven. Ik heb een bochtje naast me liggen. Ik heb wat foto's meegenomen uh, die ik je ga vragen om uh, van uh, wat commentaar te voorzien. Um, maar ik stel voor dat, je, dat we even beginnen, of dat jij begint om jezelf even aan uh, de kijker voor te stellen. Ja, klopt, merci, dankjewel. Uh, ik ben uh, Valentin Carlan. En uh, ja, zoals uh, Mark uh, aangaf, ik ben uh, master Maritieme Logistiek Management, opleiding verantwoordelijke hier uh, in Antwerpen. Ik geef ook uh, les binnen de Universiteit uh, Antwerpen uh, bij vakken zoals uh, logistiek en expeditie en um, technologie en innovation en ik ben ook ja, uh, mede oprichter van, uh, van Digitrans eh, uh, en, en daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk met uh, uh, ja een relatie te onderhouden met de uh, met de klanten van Digitrans eigenlijk uh, logistieke en transportbedrijven die um, AI-toepassingen uh, willen implementeren in hun uh, processen klinkt als een uitdagende combinatie ja, maar het is ook leuk uh, om dan um, de brug te leggen eigenlijk tussen de onderzoek, het onderzoek die we voeren bij de Universiteit Antwerpen, um, de uitdagingen die we in de sector in bredere zin uh, zien en dan oplossingen te bedenken en die op de markt uh, dan via een klein bedrijf, een spin-off bedrijf uh, te ja, zetten. Dus daar groeit nog wel eens een, uh, ja. een start-up uit. Ja, inderdaad. Ik vroeg me af uh, in, in voorbereiding op dit gesprek, um, wat zijn de belangrijkste uh, thema's die je op dit moment binnen de, de masteronderzoeken van of de master scripties van studenten tegenkomt? Ja, iedereen is uh, uh, geboeid. Uh, bijvoorbeeld door uh, onderwerpen die uh, te maken hebben met, uh, met data, met uh, track and trace, uh, met de uh, implementatie van uh, nieuwe technologieën in, uh, in de logistiek. En um, Onderzoek uh, naar wat zijn eigenlijk de, de kosten en wat brengt uh, daarop. Het is uh, heel moeilijk, uh, bijvoorbeeld, in te schatten op, op dit moment van een bedrijf. Oké, okay, ik zal nu in, uh, investeren in AI, maar dan op langere termijn uh, wat gaat uh, dat voor mij opbrengen? Op, bijvoorbeeld uh, met uh, data-integratie: uh, bedrijven zien um, dat ze heel veel data hebben uh, in verschillende departementen. Uh, ze zien uh, op korte termijn de meerwaarde om dan data met elkaar uh, te linken. Uh, en ze zijn ook uh, heel erg uh, benieuwd om te zien: oké, okay, uh, als wij die soort uh, data-integratie nu uitvoeren van verschillende departementen, kunnen wij nog andere dingen uh, laten uitvoeren. En daar kom, komen de studenten uh, met nieuwe kennis, met nieuwe inzichten om dan advies te geven in welke richtingen verdere ontwikkelingen met betrekking tot, uh, tot de data en AI kunnen kunnen uitgevoerd worden. Ja, ja. Het is goed om te zien dat dat zo'n vooraanstaande rol heeft uh, vandaag de dag, in ieder geval anders dan hoe dat tien jaar geleden ging waarschijnlijk. En uh, een andere, um, uh, een grotere focus op het gebied van, van data en automatisering. En, ja, ik denk dat wij uit ervaring in het bedrijfsleven kunnen vertellen dat dat ook zeker onderwerpen zijn waar we de nodige kennis bij en hulp bij kunnen gebruiken. Ja, ja. En, en niet noodzakelijk ja? uh, met wat zijn de, de, de kosten en baten, maar ook om te zien wat zijn de uh, uitdagingen. Um, dat zijn een soort van uh, kwalitatieve uh, onderzoek, onderwerpen. Um, en dan de, de studenten uh, praten, niet met ene bedrijf, maar dan met uh, vertegenwoordigers van, uh, van, van, van de hele sector. En dan uh, te zien, oké, okay, wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen de bedrijven dan verder uh, die technologie implementeren. Ja. Dus dat is ook een uh, interessant topic en een interessante perspectief om, uh, om naar uh, implementatie van, uh, van, van nieuwe technologieën te kijken. Gaan we zeker op terugkomen nog, ja. denk ik, verderop in dit, in dit gesprek. Um, wat ik eerst nog even wilde, wilde weten, wat, wat zijn eigenlijk de, de, de carrière stappen, de stappen die je hebt gezet om hier te komen waar je vandaag de dag bent? Ja, ik kan uh, zeker zeggen dat uh, uh, mijn carrière heel erg uh, beïnvloed door mijn vader was. Uh, dus uh, mijn vader heeft uh, zijn hele uh, leven voor uh, ja, InfraBel van Roemenië, voor, uh, voor, het, uh, voor de infrastructuurmanager. Uh, uh, en uh, hij, uh, ik heb me begeleid om, begeleid om uh, de stap te zetten naar, uh, um, ja, naar een studierichting die over transport en logistiek ging. Dat was vroeger um, uh, in Roemenië en ik ben zo uh, een diploma als uh, ingenieur uh, uh, kunnen, kunnen, kunnen krijgen. Daar heb ik een master gedaan in management en transport, nog in Roemenië. En dan dacht ik, oké, okay, naast mijn ingenieurdiploma, het is leuk om dan een, een andere titel te, te hebben. En da, dan ben ik op zoek gegaan naar, um, naar een doctoraat in het buitenland. En zo ben ik uh, in Antwerpen terug uh, terechtgekomen, bij Universiteit Antwerpen, waar ik een uh, doctoraat gedaan heb in toegepaste economische wetenschappen. Super, goed. Um... Wat ik interessant vind om, om, om te weten, want in, in de afgelopen jaren dat je onderzoek hebt gedaan, dat je veel met, uh, met studenten hebt gewerkt, uh, misschien ook in zijn algemeenheid binnen onze, binnen onze branche, wat is, wat is eigenlijk je grootste leermoment geweest, een soort van aha-erlevenis? <laughs> ja, dat is, uh, dat is inderdaad heel, heel interessant en heel leuk uh, te zien, dat uh, alles in, in logistiek uh, verandert heel snel en heel vaak. Uh, ik kan... Uh, ik kan geen rekening houden met, uh, met wat uh, ja, nu gezegd wordt binnen, binnen een uur. Ja. Um, maar ook, um, ja, als je uitzoomt en dan naar de supply chain kijkt, je ziet wel dat veranderingen heel, uh, heel traag uh, geïmplementeerd worden. Als je bijvoorbeeld naar te nieuwe technologieën, naar nieuwe manieren van, van werken, we zien dat ja, alles uh, vaak loopt uh, net zoals uh, ja, uh, vijf jaar geleden of, of, of tien jaar geleden, maar dan met andere tools, uh, hm. met, uh, met, een, uh, met een iPad of met, uh, uh, met een andere type scherm in plaats van, uh, van papier. Dus dat is wel ja, boeiend te, te zien uh, in, de, in de logistiek en de supply chain. Dus dat de technologische ontwikkeling ja. en waar gaat dat? Wat, dat is misschien een goed bruggetje naar de volgende, de volgende vraag? Want um, is dat ook wat je, wat je dan ziet als grootste uitdaging voor de komende vijf tot tien tot 15 jaar: die acceleratie van, van, van technologie um, of iets heel anders? <laughs> als je een document hebt uh, die je op papier uh, verstuurt van ene supply chain stakeholder uh, naar die andere. Uh, nu gebeurt dat uh, digitaal. Um, uh, je hebt uh, mogelijkheden om dan de documenten te, te versturen. Maar uh, die documenten werden uh, gescand uh, of die data moet sowieso overgetypt worden van een scherm naar, naar die andere. En die zijn een soort van uh, monkey jobs uh, mm. die um, uh, weggelaten moeten worden en nieuwe uh, ja, technologieën of nieuwe oplossingen. Um, die soort um, uh, ja, repetitieve jobs uh, laten uitvoeren in plaats van mensen uh, aan te werpen om, om, die, om die jobs te, te doen. Ja. Dus dat zie ik als een grote uitdaging in de komende jaren om uh, die soort implementaties te, uh, ja, te laten draaien bij bedrijven. Ja. Uh, hoe, wat, voor, wat voor oplossing uh, heb je daarvoor ogen? Ja, wel heel belangrijk is. Uh, Mensen die uh, met die systemen uh, werken of met, uh, met ouderwetse systemen werken, die moeten dan de meerwaarde zien om dan iets anders um, te gebruiken uh, of iets anders te leren uh, en dan de meerwaarde in de, uh, in de nieuwe tools te, te zien. En daar is het, uh, het beginpunt. Uh, we zien vaak ook uit onderzoek dat, uh, dat innovatie vaak van, van het werkveld uh, komt. We zien dat nieuwe generaties, studenten, uh, die hebben meer ervaring um, met uh, digitale tools te werken. En we denken: oké, okay, wanneer zij op het werkvloer uh, gaan uh, staan, die zullen wel uh, zeker de neiging hebben om uh, ja, dingen op een andere manier te doen dan ja. met pen op papier. Ja, ja. Kun je daar nog een, <coughs> een heel, heel concreet voorbeeld voor geven wat je verwacht de komende? Wat voor technologie de komende vijf jaar zeggen, omarmd gaat worden uh, binnen onze branche? Wat gaat het, het leven van, uh, van die duizenden en duizenden mensen drastisch versimpelen? Mm -hmm. Ja, we, wat ik uh, vandaag uh, zie bij heel veel uh, bedrijven die um, ja, bijvoorbeeld transportorders binnenkrijgen. Uh, uh, in, de, in de body van een e-mail met, de, met een tekst met: uh, Beste Jeff, uh, zou je die container voor mij morgen vervoeren van A naar B? En ik verwacht daar dat um, uh, die mensen gewoon. Um, een opdracht telefonisch gaat geven of, uh, of, of per e-mail of per SMS of per WhatsApp en die gaat uh, opgepikt worden door uh, AI en dan een transportorder uh, zal gemaakt worden automatisch in een, in een TMS, in een transportmanagement systeem. En alles, uh, en het zal niet daar stoppen, maar dan. Um andere systemen, andere algoritmen, die data gaan opgenomen worden, opgepikt worden, uh, gaat die data op, uh, oppikken om een optimale planning op te zetten. Uh, rekening houden met uh, heel veel uh, informatie, met openingsuren van de verschillende warehouses, met verkeerinformatie, met um, uh, vertragingen die uh, waarschijnlijk in, uh, in het verleden um, gebeurden. En die soort innovatie zie ik dat uh, binnen een jaar of, uh, of twee of drie. Uh, zullen zeker gebeuren. Ja, dat is interessant, denk ik. Wat ik hoor zeggen, is dat het eigenlijk verder gaat dan het, het optimaliseren van, van enkele processen. Maar dat het meer gaat om, als ik je goed begrijp, uh, het, het koppelen van bepaalde processen aan elkaar. Zodat ook, en dat er waarschijnlijk in de achtergrond voor zorgt dat het systeem ook met elkaar moeten samenwerken. En dat we ook allerlei externe variabelen. Daarbij gaan halen. Is dat de juiste Ja, inderdaad. Dat is de juiste, de juiste samenvatting. Iets die uh, vandaag uh, heel moeilijk te, te doen is: uh, ook vertrekken van, uh, vertrekken van verschillende dataformaten uh, waarmee gewerkt uh, moet worden, um, maar ook uh, ja, kennis die uh, allemaal in de hoofd van de, van de planners uh, zitten ja. um. Interessant als, als um, om verder te bouwen op de vorige vraag rondom de grootste uitdagingen. Um, zou je dus de volgende zin eens kunnen aanvullen. Je kunt als bedrijf uh, geen vooruitgang boeken als. Als je geen gepassioneerde mensen hebt. Uh, gepassioneerde uh, mensen, mensen die hun uh, job leuk vinden, mensen die hun job willen uh, verbeteren. Uh, die mensen zullen. Um, ja, innovaties uh, bedenken, zullen um, met eigen in, initiatieven komen om dan dingen beter te, te doen. En um, op die manier denk ik dat bedrijven uh, van vandaag um, ja, beter morgen kunnen worden. Wat zijn buiten het, het personeelstekort uh, in de logistiek en supply chain mogelijke andere obstakels uh, om dat voor elkaar te krijgen? Um, mogelijke obstakels? Wel. Ik zie wel dat uh, weinig uh, bedrijven zijn die um, uh, ketendenken, uh, hm. um, van een ketenperspectief denken. Dus sommige uh, ja, bedrijven en dat is natuurlijk, um, zien hun eigen interesse. En uit hun eigen interesse kan je moeilijk um, een, een supply chain uh, proces optimaliseren. Hm. Um, en ik zal hier waarschijnlijk het voorbeeld uh, geven van een, een shipper en een transporteur. Natuurlijk, een de, de, de shipper uh, wil um, zijn vracht op, um, ja, zo goedkoop mogelijk uh, voor, voor, laten vervoeren. Een transporteur wil zo uh, veel winst mogelijk uh, maken, mm -hmm. maar op die... Um, ja, twee botsende wensen en dan in, in een optimalisatieprobleem uh, uh, te steken, dat is, dat is niet mogelijk. En ja, de bedrijven moeten, 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 uh, moeten nadenken dat uh, ja, om ja, de kosten dan zo laag mogelijk te, uh, te houden, voor de hele supply chain, dat een aantal compromissen uh, gemaakt moeten worden. Hm. En de gepassioneerde medewerker gaat daarin. Op het vlak van innovatie en vindingrijkheid het verschil in kunnen maken. Ja, uh, inderdaad. En ja. Dat, is, dat is wat ik, uh, wat ik ook denk. Um, is, er zijn twee manieren uh, ja, om, om, om winst te maken, natuurlijk. Het is mm -hmm. dus de kosten te verlagen, of um, uh, ja, uh, inbreng, uh, hoger, te, hoger te maken door meer uh, meer en dan op dezelfde manier te, te, te doen. Um, en dat is net wat, wat innovatie betekent. Um, innovatie is een verandering in een product, een product of, een, of een service die de kost, ofwel de kosten verlagen ofwel de quality of service uh, verhogen. Um, en dat is wat uh, mensen kunnen doen: veranderingen in hun job brengen die uh, de, de, de kosten van een proces verlagen of de kwaliteit van hun werk uh, hoger maken. Terug naar de data. Uh, want ik heb een stelling meegenomen en die luidt simpelweg: kunstmatige intelligentie zal de logistiek drastisch verbeteren. Ja, inderdaad. Ik ben helemaal akkoord met, uh, met de stelling. AI zal de next big uh, thing zijn. En um, de afgelopen jaren heb ik onderzoek uh, daarnaar gedaan. Ik heb mensen uit de sector gevraagd, oké, okay, wat zal uh, de, technologie, de technologie zijn of de technologieën zijn die um, ja, economische meerwaarde zal brengen voor de, voor de sector. Uh, en AI naast blockchain of naast big data waren de drie technologieën die uh, meest aangeduid waren. Het is ook interessant, uh, ik heb ook naar dezelfde bedrijven gevraagd in welke type technologieën in investeren jullie uh, nu. En uh, daar was opvallend dat maar 2% van de, van de mensen hebben aangeduid dat ze vandaag in AI investeren. Um, wat we nu zien is dat uh, je hebt een bepaald niveau nodig van uh, data integratie. Van, uh, trust in, uh, in de systemen voordat je AI-technologieën kan implementeren. En uh, wat we nu in de supply chain zien, dat de meeste mensen, mensen bezig op dit moment zijn uh, met um, datastreaming, uh, met data-integratie, uh, met uh, sensoren aan te koppelen aan hun um, transportmanagement-systemen uh, of sensoren-data. En pas daarna zal het mogelijk zijn. Om uh, meer geavanceerde algoritmen te laten werken en AI-oplossingen uh, uh, te laten draaien bij, bij bedrijven. Ja, dus we, we zien dit als een, een toepassingsgebied waar we enorm veel waarde uit kunnen halen in het verder optimaliseren van die keten. Maar we weten of nog niet goed genoeg hoe we dat moeten doen, um, of vanuit data uh, infrastructuurperspectief. Um, zijn we er nog niet? Is dat een juiste samenvatting van? Ja, dat perspectief. Um, maar het is niet enkel daar. Ik denk dat, uh, dat ook uh, mensen op het werkvloer, zoals ik het uh, aangaf, die moeten ook bereid zijn om ja. dan met die soort uh, systemen en tools te, uh, te, te werken. Ja. Dus het verandermanagementproces daaromheen is eigenlijk nog groter dan. ...we gevreesd hadden. Ja, <laughs> inderdaad. Maar uh, ik zie dat de, dat de bedrijven de dag van de vandaag... ...de juiste stappen zetten in, uh, in, in die richting. Ja, ja. Um, nog een tweede stem waar misschien kort even stil blijven staan. Dat is een vraag die we, die we eigenlijk aan, aan, uh, aan veel van onze eerdere gasten al gesteld hebben. En dat is de, um, de eeuwenoude afweging... Um, uh, ...die recentelijk heel relevant is geworden. Namelijk, winst zal altijd voorgaan op... In dit geval het klimaat. Winst zal altijd voorgaan op het klimaat. Um, wat is je kijk daarop? Ja, dat is een uh, heel interessante uh, stelling. En dat komt ook uh, naar voren uh, in, uh, in onderzoeksresultaten. Wij zien dat bedrijven uh, ontstaan om winst te maken. En. Um, uh, natuurlijk uh, de maatregelen die, die ze nemen, of beslissingen die een manager neemt, is uh, om dan de winsten van een bedrijf te, te beschermen. Uh, maar we zien wel in de afgelopen jaren dat uh, overheden maatregelen nemen om uh, de externe kosten te internaliseren bij, uh, bij bedrijven of bedrijven. Uh, te dwingen om dan die externe kosten te, te internaliseren. En dat betekent dat uh, als een bedrijf een externe effect heeft uh, op maatschappij of op uh, klimaat, uh, dat die uh, maatregelen moet, uh, moeten nemen. En dat wordt altijd vertaald in kosten maken om dan die effecten uh, niet, meer, uh, niet meer te hebben. Maar we zien wel uh, dat heel veel uh, bedrijven, en logistieke bedrijven, uh, heel veel investeren in uh, corp uh, social corporate uh, responsibility programs. Dat, uh, uh, dat zijn medewerkers ondersteunen om dan um, de, de activiteit van, uh, van dat bedrijf op een uh, klimaatvriendelijke manier uh, uit te voeren en dan beslissingen proactief daarvoor te nemen. Niet noodzakelijk uh, omdat de overheid zo hmm. dicteert. Ja. ja, ik denk ook dat we. Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat er iets gedaan moet worden aan die uh, inherente tegenstelling tussen uh, gaan voor een uh, ge financieel gezonde organisatie en gaan voor een gezond klimaat. Uh, en wat we wel merken dat er dat daar uh, twee overduidelijke kampen zijn waarvan het ene uh, uh, perspectief zegt uh, ja, de overheden moeten hier ingrijpen, ja, dit vergt leiderschap. Uh, en het andere kamp zegt nee, er moet een soort inherente motivatie bij de bedrijven zijn om dit hoog aan de agenda te zetten. Uh, en uh, ja, ik denk dat de tijd het zal leren. Ik wil eventjes uh, verder fantaseren over de toekomst. En misschien komt er in de toekomst zelfs nog wel, als we dan toch gaan over uh, de rol van de overheid. Wellicht komt er ooit een minister van supply chain. Zou zomaar kunnen. Um, stel, deze positie zou bestaan. Uh, en uh, jij zou deze bekleden. Wat zou de eerste of de grootste prioriteit dan zijn? Uh, wat ik uh, heel erg in geloof vandaag is in uh, synchromodaliteit als, als concept. Um, synchromodaliteit, uh, dat is een nieuw concept, natuurlijk. Um, waar alle. Uh, Superhero's uh, van, uh, van het transport en logistiek in beeld komen. Wat, bedo uh, ja, wat bedoel je ermee? <laughs> ja, de, de, de superheroes hier uh, bedoel ik bijvoorbeeld uh, een spoor gebruiken uh, voor uh, lang transportvervoer. Uh, wegvervoer uh, gebruiken. Enkel voor uh, last mile, of enkel van de, de laatste 50 gaat. 100 kilometer uh, voor, uh, voor het transport van, van containers en niet meer op lange afstanden van uh, ja. meer dan 500 of, of 1000 kilometer. Um, dus um, wat uh, spoorvervoer of uh, watervervoer um, als voordelen kan, kan, kan geven, die zullen dan geïntegreerd worden in een, um, een synchromodale uh, netwerk. Um, en dan de voordelen van flexibel te zijn. Uh, zoals in wegvervoer, die kunnen gebruikt worden enkel waar het nodig is en dat is en bij, bij, bij last mile in een, in een supply chain distributie. Is dat het verschil met het, uh, denk ik voor veel van onze kijkers, bekende begrip multimodaliteit, ja. dat verschillende synchrone ja. systemen zijn? Ja, wel. Uh, synchromodaliteit natuurlijk is een extensie van uh, multi um, multimodaliteit. Multimodaliteit in, in essentie betekent verschillende transportmodi uh, gebruiken om dan vracht van A naar B te vervoeren. En wat synchromodaliteit doet, is het plannen van uh, verschillende transportmodi in real time. Uh, zien wat. De nood aan het vervoer is op een bepaald moment en dan afhankelijk van verschillende criteria beslissen wat is optimaal op dat moment om te gebruiken. Ik weet dat dat heel moeilijk is, ik weet dat het heel veel stakeholders zijn en heel veel mensen moeten ondersteund worden om in dezelfde richting te gaan en te willen gaan. Wat, uh, wat ik zie gebeuren is dat uh, synchromodaliteit of concepten, of synchromodaliteit als concept, in het begin op uh, heel kleinschalig geïmplementeerd zal worden op stukken van, van netwerken, van supply chain. En um, dan op langere termijn die uh, kleinschalige projecten samen met elkaar gaan beginnen praten, um, die data gaan beginnen uh, veranderen, die integraties gaan, um, gaan, gaan zoeken en dan uh, op die manier zal er een. Groot uh, synchromodaliteit, uh, netwerk op uh, regionale niveaus gaan beginnen begin ontstaan, en hopelijk dan uh, op uh, Europees niveau en dan uh, globaal. Dus als um, de minister van uh, Supply Chain uh, <laughs> zal ik uh, ja, maatregelen waarschijnlijk ondersteunen om dan mensen te belonen die uh, synchromodale uh, netwerk um, zullen, uh, zullen implementeren. Klinkt als een uh, interessante uitdaging voor een minister van supply chain. <laughs> Inderdaad. <ja. laughs> um, voortbouwend daarop. Ik heb een uh, bordje meegenomen. En uh, de vraag die ik... Ik uh, bordje even overhandigen okay. met de stift, alsjeblieft. Dank je wel. Ik wilde je eigenlijk vragen om een... Uh, 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 om eens op te schrijven, het idee we, of het beeld wat je hebt qua uh, het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs die er vandaag zijn in Benelux, Nederland of België. Ja, het uh, aantal uh, vacatures. Uh, ik weet over uh, cijfers van eind uh, november dat. Uh, als we over vrachtwagenchauffeurs dat het 12.200 en vacatures worden. Dat is echt uh, heel veel. Gigantisch. veel. Ja. Gigantisch veel. Um, er moet iets eraan uh, gedaan worden. Uh, mensen op uh, dit moment kijken bijvoorbeeld naar uh, nieuwe technologieën, naar uh, zelfrijdende uh, vrachtwagens. Maar uh, die kunnen niet morgen. Um, uh, ja, gebruikt worden. Dus er moet ook iets ernaar uh, gedaan worden, mensen gestimuleerd worden om dan um, ja, vrachtwagens, uh, chauffeurs te, te, te worden of uh, andere manieren te, te vinden om dan de, de vrachten uh, of de containers van aanarbeid te, uh, te brengen. En naast uh, de 12.200 uh, in algemene logistiek zijn er uh, rond de 15.000 ook. Uh, uh, vacatures, mensen die gezocht worden om dan in warehouses uh, te werken en um, ik weet bijvoorbeeld van de, van de haven Antwerpen, um, er zijn uh, uh, 8500 uh, plaatsen voor havenarbeiders en uh, 20% daarvan uh, moeten nog ingevuld worden. Dus er zijn gigantische cijfers um, en dan, um, ja, mensen, bedrijven, uh, moeten met die tekortingen ook omgaan, uh, de dag van vandaag. Uh, en wij kijken niet enk uh, naar uh, managers, naar uh, business analysts, uh, naar um, nieuwe productontwikkelaars. Uh, Daar zijn ook um, uh, ja, uh, dramatische cijfers met, uh, met betrekking tot wat uh, zou het nodig zijn of wat, wat is dan de nood van nieuwe mensen om, uh, om in te zetten. Ja. En ik kan me voorstellen dat het begint bij voldoende aan was aan nieuwe studenten voor uh, de opleiding in de richting van logistiek en transport. Inderdaad, <laughs> uh, wij, wij proberen altijd uh, de nieuwe uh, studenten aan te moedigen en te laten tonen: kijk, het is zekerheid um, als jullie een, een opleiding gaan volgen in logistiek en, 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 en transport of in uh, maritiem en, en, en logistiek management, jullie gaan altijd een job uh, hebben, een leuk job uh, die goed betaald wordt. En uh, natuurlijk als, uh, als bedrijf, als je wil uh, opschalen en als je meer wil uitvoeren uh, dan wat je doet en dan in een exponentiële groei uh, 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 gaan, mm. dan heb je heel veel mensen nodig en die mensen zijn er niet. Uh, ik zie op, uh, op deze manier dat er heel veel nodig is aan automatisatie, aan um, tools en aan systemen die... Uh, een heel klein uh, een marginale kost uh, hebben om op te schalen. Uh, en heel snel. De volgende product of de volgende actie moet je, moet je doen met bijna hetzelfde kost. En um, dat is um, wat wij ook uh, gezien hebben uh, binnen Digitrans. We hebben daar een, een product ontwikkeld die bedrijven helpen om uh, Dataherkenning uh, te gemakkelijk uh, te maken uh, van een, in de body van e-mails of van in van de documenten op basis van AI. En dan die data juist te labelen en dan op de juiste manier in, um, in een transportmanagementsysteem systeem um, in te voeren. Uh, om iemand of een planner te laat, dat te, te laten doen, dat kost uh, heel veel. Um, dat is geen leuke job. Maar dan om algoritme daar te laten doen, dat uh, kost uiteindelijk uh, niks. Ja, dat is een heel welkome innovatie. <laughs> inderdaad. Ja. Oké, okay. wat we natuurlijk ook weten is dat binnen de wereld van data, AI, uh, automatisering, dat er vast ook heel veel buzzwords zijn. Wat is nou een buzzword waarvan ja, spreekwoordelijk de haren, de nekharen van overeind gaan staan? <laughs> dat is inderdaad een, een, een heel grappige uh, vraag. Wat ik uh, de afgelopen jaren heel vaak gehoord heb, uh, is dat uh, iedereen op een of een andere manier een dataplatform wil opbouwen of, of een platform. Ja, um, um, ja platform uh, heeft heel veel betekenissen uh, genomen de afgelopen jaren. En uh, ja, dat is de, de baswoord. En op een bepaald moment uh, het woord platform ja, betekent alles en, uh, en, en niks. Je kan alles een platform noemen. <laughs> um, dus dat is wat ik, uh, wat ik zag de afgelopen jaren. Ja, ja herkenbaar. Inderdaad. Um, goed, we hebben ook nog wat uh, foto's meegenomen. Um, ik zou zeggen, kijk er eens doorheen en uh, pik er uh, één of twee uit waar uh, je zegt, nou daar... Uh, dan zou, die zou ik wel graag van commentaar uh, willen voorzien. Uh, ja, ik heb hier uh, een kaart uh, bijvoorbeeld met uh, multimodality. Uh, uh, zoals ik daar net zei, multi modality. Um, ik vind dat uh, uh, multimodaliteit en synchromodaliteit, um, yeah, ja, de new next uh, best thing gaat worden in de uh, supply chain. Ik ben er, uh, ervan overtuigd dat de mensen vandaag um, uh, nog planning gaan doen uh, om uh, multimodaal uh, transport uit te voeren. En dan die planning die ze gaan vandaag uh, doen, die gaan de basis zijn om dan um, synchromodale algoritmen uh, te laten leren dan in, de, in de toekomst. Hm. En, um, als ik uh, over algoritmen die leren ga, uh, ga beginnen praten, ik uh, kreeg hier ook net een kaartje met uh, datasharing. Uh, datasharing is ook heel belangrijk um, in, uh, uh, in het concept van synchromodaliteit. Als je niet weet welke capaciteiten beschikbaar zijn op een bepaald moment, of um, waar een vrachtwagen uh, is, op een bepaald moment is dat geladen of is dat uh, is dat vol. Dan kan je hier real-time planning doen. Dus uh, data sharing, data integratie met de bedoeling om dan algoritmen te trainen, uh, gaat heel belangrijk uh, in de toekomst uh, uh, zijn. Super. We gaan ze erbij zetten. Ja. Absoluut. <laughs> um, we komen zo langzamerhand. Uh, ah, daar is die. We komen zo langzamerhand richting het einde van, uh, van het gesprek. Uh, wat ik nog wel zo graag zou willen weten... als er iemand zou zijn, um, wie dan ook ter wereld... waar je graag nog eens een keer mee aan tafel zou willen zitten... om een goed gesprek over supply chain te voeren. Wie zou dat dan zijn? <laughs> ik... Uh... Ik uh, moet even uh, nadenken, maar de um, ja, top of mind op, uh, op, op dit moment, voor uh, mij denk ik dat uh, uh, Harry Ford uh, gaat zijn. Harry Ford. Uh, Harry Ford uh, yeah, was uh, de innovator eigenlijk die um, ja, transportband in een um, productieproces heeft geïmplementeerd. Uh, ik, heb, uh, uh, ja, uh, ik ben uh, betrokken binnen een onderzoek die automatisatie in warehouses, in, uh, um, in laden los uh, processen uh, heeft uh, bestudeerd. En dat is heel sterk gelinkt aan wat Henry Ford uh, ja, 100 jaar geleden gedaan heeft binnen, binnen het assemblage van de, van de auto's. Henry Ford had het uh, gedacht, oké, okay, één iemand is verantwoordelijk voor één taak. En hij gaat dat op de juiste manier uh, doen op, de juist, op, de, op het moment dat dan, dat, dat nodig is. Uh, en het zou interessant zijn om met Henry voor te praten. Hoe, wat ziet, ziet hij als volgende stap uh, naar automatisatie? Um, dat uh, uh, ja, machines uh, de taak van de mens uh, overnemen. En dan, um, die proberen dan um, die taken te op elkaar proberen dan af te stemmen. Het is uh, interessant, nog uh, misschien niet uh, <laughs> het meest realistische gesprek, maar we mogen fantaseren hè, deze, uh, in, dit, uh, in dit interview. Dus, uh, ik ben er ook zeker van dat we nog uren door hadden kunnen gaan, maar de tijd zit er, uh, zit er bijna op. Uh, dus ik wil alvast van de gelegenheid gebruik maken om je alvast enorm nogmaals te bedanken voor de komst naar, naar de studio vandaag en om dit gesprek met mij te voeren. En um, als afsluiter uh, willen we onze gasten, vragen we onze gasten eigenlijk altijd om nog iets uh, mee te geven aan de kijkers. En dat uh, is specifiek gericht op de toekomst, dus de supply chain managers van de toekomst. En uh, dat zou niet heel moeilijk moeten zijn, want die uh, heb je als het goed is dagelijks in de collegebanken zitten. Uh, maar als er één ding is wat je hen als advies mee zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn? Als uh, advies zou ik uh, zou geven: investeer in, uh, in mensen. Uh, investeer in uh, kennis uh, op te bouwen. Uh, en ook investeer in um, ja, um, uh, nieuwe manieren om, dan, uh, om, hetzelfde, om een oude ding of een oude product uh, te doen. Op die manier gaan de mensen kunnen uh, vooruitgang uh, zeker, uh, zeker boeken. Dus dat is mijn advies die ik zou aan bedrijven geven. Om dan in mensen en nieuwe kennis uh, zeker te investeren. Dankjewel. En aan ja. de kijkers bedankt uh, en graag tot de volgende keer. Dankjewel.